Scott, van tevoren ja, een klein beetje misschien Hosanna-stemming, ook van ons af. Maar ja, dan na afloop een 4-1 nederlaag, kan me voorstellen dat deze heel hard aankomt. Ja, zeker. Ik had hem ook niet zien aankomen, moet ik zeggen. Omdat ik gewoon echt goed bezig zijn met elkaar. Nou ja, goed, ja, dat je dan tegen een in zo'n wedstrijd tegen zo'n stand oploopt, ja, vind ik heel vervelend. Had echt niet gehoeven. Nee, in die eerste helft, je begint goed eigenlijk, maar je creëert wel weinig, of in ieder geval weinig schoten op de goal. Dan komt die 1-0. Die 2-0 was misschien wel exemplarisch voor vandaag, want ja, later krijg je ook weer zo'n goal tegen. Je wordt er eigenlijk gewoon weggecounterd door Jong FC Utrecht. Nou ja, je bent op drie momenten ben je inderdaad gewoon inderdaad in een counter verslagen. We hebben het deze week heel vaak over gehad, want we zien natuurlijk ook beelden van Jong Utrecht. Nou ja, goed, als je die wedstrijd terugkijkt van Jong Ajax, die ik ook aangehaald heb, waarin ze ook drie van dezelfde soort gelijk goals maken als vandaag. Ja, dan is het heel vervelend, omdat je, ja, we geven dingen aan en dan toch gebeurt het. En ja, dat vind ik gewoon niet goed. En net ook tegen de jongens gezegd, weet je, ik bedoel, sommige momenten moet je... moet je gewoon beter verdedigen. Je moet gewoon beter staan. En ik vond dat op sommige momenten, ja, dat we gewoon, zeker in de omschakeling, was het gewoon erg matig. Ja, dan in de rust. Want je begon met een 5-3-2-formatie. Nou, in de rust gooi je het om naar een 4-3-3. Wat was daar de gedachte achter? Nou ja, goed. Kijk, ik vond dat we veel problemen hadden om in hun laatste linie te komen. Dus en ik vond dat op dat moment dat het eigenlijk omdat hun heel compact speelden, had ik er niet echt vijf achterop nodig. Waarvan je, ja, met vier kom je wat beter uit. En dan moeten hun wat meer uit gaan stappen, omdat de ruimtes wat groter worden. En dat pakte op zich wel goed uit. Ik vond dat we goed uit de kleedkamer kwamen. Alleen, ja, die goal die viel heel snel. En dat zei ik in de rust ook. Kijk, als je hier gewoon de rust in gaat en je komt snel terug. Ja, je weet dat Jong Utrecht in alle wedstrijden rond de 60ste minuut toch wel wat probleempjes gaat krijgen. Maar goed, we hebben er nooit echt een wedstrijd voor onszelf van kunnen maken meer. Omdat we gewoon te makkelijk die goals tegen kregen. Ja, misschien ook wel op psychologisch vervelende momenten, want je krijgt hem direct naar rust weer om je oren. Vervolgens op het moment eigenlijk dat je een spits erbij wil brengen, ja, ook dan valt dan weer die 3-0, dan zit het op zo'n dag als vandaag ook niet mee. Nee, je zit niet mee, maar ik zeg al, ik vond het gewoon van onze kant gewoon niet goed genoeg. En je wint met elkaar, je verliest met elkaar en daar hebben we ook de laatste weken gewoon constant op ingezet. Alles gezamenlijk. Maar wat ik al zeg, kijk, die jongens balen net zo erg als ik. Alleen op momenten dat we er hadden moeten staan in de omschakeling, stonden we er niet. En dan krijg je dat soort momenten waardoor je inderdaad in de wedstrijd, vind ik, op verschillende momenten gewoon niet goed genoeg heb geaardeerd. En dat doet pijn. Ja, dan krijg je volgende week ook nog even Topos op bezoek. Je ook niet de makkelijkste tegenstander. Of is dat juist weer iets omdat jullie bijvoorbeeld tegen Almere, Roda, RKC meer voetballende ploegen dan Jong FC Utrecht misschien wat meer kunnen brengen? Omdat dat jullie beter ligt? Nou ja, goed. Kijk, ik, nogmaals, elke wedstrijd is één op zich. En ik denk, als je de eerste 20 minuten van de wedstrijd ziet, vind ik dat wij goed begonnen. Ik vond dat we aan de bal gewoon goed waren. Juiste keuzes. Ik vond alleen dat we in de eindfase niet kwamen. Nou ja, goed. En als je kijkt de tweede helft, hun hebben natuurlijk op een gegeven moment, dan ga je wat proberen nog, ga je forceren. Maar eigenlijk hebben ze niet echt heel veel kansen gehad. Als je het over de hele wedstrijd bekijkt, op de eindfase na, waar wij toch proberen om die 3-2 te gaan maken. Maar nogmaals, kijk, volgende week is Top inderdaad weer een ploeg. En die staan er niet voor niks waar ze staan. Maar vandaag alle credits naar Utrecht. Want die hebben gewoon terecht op deze manier gewonnen.